Ja mensen, het is zover. Het legendarische item 60 seconden met Ghost Politics. En we gaan ze allemaal af. Allemaal. Kosten nog moeite en vooral geld zijn bespaard gebleven. Maar we staan hier gewoon naast Mr. 50 Plus. Henk Kool. Goedemiddag. Goedemiddag. Moet ik u zeggen? Mag ik jij zeggen? Hoe zit het hier? Je, jij. Kom. Ja, ik denk 50 Plus partij. Het is u. Ja, gek, nee. Bij ons is het gewoon je en jij. Oké, prima. Dan gaan we dat gewoon heel rustig proberen. Henk, leuk dat we even mogen inbreken hier in het kamertje. Kijk, het logo er ook bij, maar dat is logisch. Ja. Ik heb hier een lijst met heel veel vragen. Het is eigenlijk heel veel vragen. We gaan er gewoon van aan beginnen, we zien wel. De bedoeling is zoveel mogelijk vragen te beantwoorden binnen 60 seconden. Ja. Maar het is niet alleen de snelheid dat telt, maar ook het aplomb waarmee het gebeurt. Nou, we gaan het proberen. We zien het wel. Een mooi woord, aplomb. Moet vaker ter mond worden genomen. Zullen we een testvraag eerst? Yes. Wat is je lievelingskleur? Geel. Nou, dat is de geelste kleur die ik gehoord heb vandaag. Dan gaan de 60 seconden nu in. Hoe is het? Prima. Met welke collega-politicus drink je het liefst een biertje? Roemer. Grijs of paars? Paars. Waar ga je komende zomervakantie vieren? Als dat lukt, Frankrijk. Ah, c'est très bien, hein? Jambon. Aardappelen of spaghetti? Spaghetti. Welke politicus vind je zo goed dat je het jammer vindt dat hij of zij geen lid is van 50 plus? Kees van der Staaij. Vaker genoemd, hè? Wordt vaker genoemd. Donald Duck of Mickey Mouse? Donald Duck. Zit je vaak op je telefoon te spelen in de Tweede Kamer? Nee, bijna nooit. Wel op de iPad, maar niet op de telefoon. Candy Crush, hè? Ja, sorry. Waar luister je op dit moment naar? Op de cd spelen, oftewel op Spotify of op de autoradio? Spotify. Wat voor muziek? Juan Gabriel. Olé. Olé. 10. Wat kost 1 gesneden bruin? 1 gesneden bruin, 1,23. Dat zou best kunnen. Ruud of Erwin? Erwin. Wie zou je het liefst een coalitie vormen? Met iedereen die de AOW naar beneden wil hebben. We hebben, ja, 0. Dit was het. We hebben alle vragen. We zijn gebleven bij vraag nummer 12. Nou, dit valt tegen, hè? Ja, maar niet zo slecht als meneer Rutte. Ah, dan kan het niet beter. Die had er 9. Nou, maar ja, Asscher had er 14. Dus ja, het is, maar het aplomb telt ook, hè? Telt het mee? En? Telt mee. Ik vond met name de vraag over de artiest mooi beantwoord. Ik vond ook Frankrijk een bepaalde straling hebben. Dus ik denk dat we, ja, dit waren er dan. Hoeveel zullen we doen? Even kijken naar de jury hier links van mij. In het midden, hè? In het midden. Ja, precies. Nou, misschien komt de partij daar zelf ook wel uit. Een middenpartij, dat zijn we ook. Helemaal goed. Nou, fantastisch. Tot zover de vragen met Mr. 50 Plus Henk Kool. Volgende keer weer met een andere lijsttrekker. Bye bye, man. Bye bye. NPO Radio 2.